Goedemiddag. Het effect van de btw-verlaging op gas en elektriciteit is volledig teniet gedaan door de prijsstijgingen. Rusland waarschuwt dat de kans op een kernoorlog toeneemt. En Elon Musk wordt dan toch de nieuwe eigenaar van het sociale mediabedrijf Twitter. Wie gehoopt had minder te betalen voor energie, nu de btw op gas en elektriciteit verlaagd is, die komt bedrogen uit. De prijzen voor gas en elektriciteit zijn zo hard blijven doorstijgen dat we de btw-verlaging niet eens meer voelen op onze factuur. Wat we minder betalen aan btw wordt ruimschoots gecompenseerd door de hogere prijzen. Zo betaalt een gemiddeld gezin deze maand zo'n 10% meer voor energie dan vorige maand. Hoe dat komt, wel, dat heeft eigenlijk te maken met een sterke stijging van het stuk energiekost van de factuur. Dus dat is het stuk van de factuur dat rechtstreeks naar de leverancier gaat. Dus wat je eigenlijk betaalt voor de elektriciteit en aardgas zelf. Dus dat is sterk gestegen ten opzichte van maart. En dat doet eigenlijk die btw-verlaging, dat effect daarvan, op dit moment niet. Luc Pauwels, onze energiespecialist. Jij hebt die energiefactuur in detail bekeken. We zien de cijfers daar al, de berekening gemaakt. Hoe komt het, kan je eens uitleggen, dat we toch nog meer betalen ondanks die btw-verlaging voor elektriciteit? Om te beginnen. We gaan eens kijken. Het is nu wel niet het juiste beeld dat er staat. Voilà, elektriciteit, daar is het lampje. Laat ons eens beginnen. Wat is er de afgelopen maanden gebeurd? Als we kijken naar de kosten, taksen, heffingen, accijnzen en transport, dat is allemaal gelijk gebleven, Annelies. En dan de btw. Dus de eerste twee maanden van dit jaar voor elektriciteit was dat 21%. En dan komt die verlaging eraan in maart 6%, ook in april natuurlijk 6%. Dan verwachten we natuurlijk ook een lagere factuur. En dan gaan we eens kijken wat die elektriciteitskost zelf heeft gedaan. Die was hoog in januari, blijft dat eigenlijk ook in februari en ook in maart. Maar het blijft een beetje op hetzelfde niveau. En je ziet dus effectief een verlaging van onze factuur met meer dan 200 euro dan op jaarbasis. Je verwacht dan ook, dit gaan we in april ook nog zien, maar niet meer dus. Hè. Het is totaal weggeveegd door de spectaculaire stijging van de elektriciteitsprijzen zelf, door de paniek, door de oorlog in Oekraïne. En we zitten met historisch hoge elektriciteitsfacturen. Ja, is dat hetzelfde verhaal voor gas? Ja, als we daar kijken. En ik hoop dat het icoontje gaat komen. Voilà. We hebben het gas natuurlijk, dat we niet alleen gebruiken om te koken, maar ook om te verwarmen. En als je kijkt de afgelopen maanden wat daar is gebeurd. We hebben de kosten, taksen, heffingen, transport. Dat blijft eigenlijk allemaal hetzelfde. En dan gaat de overheid opnieuw de btw aanpakken. De eerste drie maanden van het jaar is dat dus 21% gebleven. Dan in april wordt dit 6%. En dan komen de kosten van het gas er zelf bij. En laten we eens kijken wat daar gebeurt. Die zitten hoog in januari, ook in februari, maar die dalen een beetje. In maart zit je ongeveer ook nog op hetzelfde niveau. Een kleine stijging opnieuw, door die oorlog. En dan krijgen we april. We verwachten daar een daling. Die is er helemaal niet. We zitten historisch hoog. En als je kijkt naar die gasprijs, die maakt het verschil. Hè? Een jaar geleden kostte die ongeveer voor het gas 600 euro. Een totaalfactuur van 1100 euro. En nu kost die gas, dat gas, maar liefst 5 keer meer dan toen. En zitten we met facturen die boven de 3600 euro gaan. Ja, mensen zullen zich afvragen, Luc, waar dit naartoe gaat. Hè? Hoe lang kan dit blijven duren? Wel, we zijn ons licht eens gaan opsteken bij de woordvoerster van de VREG, die dat allemaal heeft uitgelegd. We gaan eens luisteren wat ze zegt. Dat is een moeilijke vraag. Hè. Dat hangt af van die verdere evoluties op de energiebeurzen. Maar het is moeilijk om daar iets over te zeggen, want dat is in een glazen bol kijken. Ze weet dus eigenlijk niet hoe lang het gaat duren. We krijgen wel indicaties dat de prijzen nu aan het verlagen zijn en dat we misschien over 3 maanden die verlagingen wel gaan voelen. Mogelijk sommige al in mei, maar nu dus nog niet. Ja, maar voor alle duidelijkheid, Luc, we voelen die verlaging van de btw niet in onze factuur. Maar moest die er niet geweest zijn, dan betaalden we nog veel meer.
Dat is zo, hè. Absoluut. Was die verlaging van 21 naar 6% er niet geweest, dan waren die stijgingen nog veel spectaculairder geweest en hadden we nog veel hogere facturen gehad. Dan was er geen €450 op jaarbasis bijgekomen, maar zou dat nog een pak meer geweest zijn. Dank je wel, Luc, om dit allemaal zo aanschouwelijk te maken voor ons. De overheid neemt voorlopig geen nieuwe maatregelen om de energiefactuur te verlichten. Ons land heeft er bij Europa wel voor gepleit om de prijzen te plafonneren, maar dat gebeurt voorlopig niet. En pas na de zomer bekijkt de federale regering of ze de bestaande maatregelen moet verlengen, zoals de btw-verlaging naar 6%. Regeringspartijen CD&V en Vooruit willen alvast dat dat blijft. Wanneer de prijzen in de zomer terug wat omlaag gaan, gaat de overheid toch die prijs niet terug omhoog doen. Dus dan gaan de mensen dat terugvoelen. Twee, die indexering. De vorige regering heeft de indexering overgeslagen. Deze regering past die indexering toe. Die indexering zal nog een paar keer toegepast worden. Dus die lonen gaan ook mee stijgen. En drie, dat sociaal tarief, ja, dat zullen we ook moeten verlengen. Ja, zal dat voldoende zijn? Goh, maar je kan in België alleen alle internationale druk die er op die prijzen komt, in België alleen kan je dat niet doen. Het Openbaar Ministerie vraagt effectieve celstraffen tussen 1,5 jaar en 5 jaar voor alle 18 leden van studentenclub Reuzegom die terecht staan voor de dood van Sanda Dia. Ze hebben zijn dood niet gewild, maar de doopopdrachten die ze hem gaven waren gruwelijk en mensonterend, zegt het parket. En daarvoor moeten ze verantwoording afleggen bij de nabestaanden en tegenover de samenleving. Het Openbaar Ministerie vroeg 50 maanden effectief voor de prezes of voorzitter van studentenclub Reuzegom en 60 maanden voor de zogenoemde schachtentemmer. De zwaarste straffen omdat ze de grootste verantwoordelijkheid dragen volgens het parket. Tijdens de verhoren drukten de Reuzegommers wel hun spijt uit, maar dat klonk volgens het Openbaar Ministerie meestal als zelfbeklag. Ik denk dat we ons natuurlijk wel hadden kunnen verwachten aan de kant van het Openbaar Ministerie dat er stevige straffen zouden gevorderd worden. Men heeft een onderscheid gemaakt tussen de rol van een aantal personen. We gaan daar nu over pleiten, zowel over schuld als ondergeschikt ook over strafmaat. En ja, we zullen daar natuurlijk moeten toelichten waarom wij van mening zijn dat enerzijds de kwalificaties volgens ons niet de juiste zijn, enerzijds, en anderzijds ondergeschikt dat ook de straftoemeting volgens ons ook anders moet bekeken worden. De schachtentemmer had het aangekondigd bij het begin van het academiejaar in zijn speech. Hij zei dat het geen bruutjaar zou worden, maar een gestoord bruutjaar. De groepsdynamiek bij de studentenclub is volgens het parket daarna helemaal ontspoord. Aan de blokhut in Vorselaar, waar Sanda Dia en de twee andere kandidaatleden vissaus moesten drinken, ging het helemaal fout. Maar na de feiten hebben de Reuzegommers volgens het parket geprobeerd om een en ander te maskeren, door op te ruimen of WhatsApp-berichten te wissen. Het feit dat Sanda Dia uit vrije wil aan de doop was begonnen is volgens het parket geen reden tot vrijspraak, want hij wist niet wat hem precies te wachten stond en de doop kon niet meer worden gestopt. Volgende week zullen de advocaten hierover pleiten. Een uitspraak komt er ten vroegste eind mei. De kringwinkels bij ons hebben een tekort aan spullen en dat komt onrechtstreeks door de oorlog in Oekraïne. Straks leggen we uit hoe dat zit. Eerst nieuws over die oorlog in Oekraïne. VN-secretaris-generaal Guterres is op dit moment op vredesmissie in Moskou. Guterres ontmoet straks president Poetin. Hij sprak al met Russisch minister van Buitenlandse Zaken Lavrov en pleitte bij hem voor een staakt het vuren. Lavrov waarschuwde gisteravond nog op de Russische televisie dat de kans groter wordt dat dit alles zal uitdraaien op een nucleair conflict. Все пять лидеров подписались под констатацией недопустимости ядерной войны. И это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим. Когда действительно риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались. А желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальна, ее нельзя недооценивать. Op de Amerikaanse luchtmachtbasis van Ramstein in het westen van Duitsland zijn vertegenwoordigers van 40 landen bijeen om te praten over militaire hulp aan Oekraïne. De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, zit de vergadering voor. Hij is ervan overtuigd dat Oekraïne de oorlog kan winnen als het voldoende middelen krijgt. We zijn hier om Oekraïne te helpen in de strijd tegen Rusland's unjust invasion.
and to build up Ukraine's defenses for tomorrow's challenges. As you know, I came here after traveling to Kyiv with my friend, Secretary of State Blinken. We had a warm and candid and productive discussion with President Zelensky and his team about the support that we're providing and the capabilities that Ukraine needs. Oekraïne krijgt vanuit verschillende landen steun. Groot militair materieel, maar ook kleinere, hoogtechnologische middelen. Zo is er een Oekraïense organisatie die onder meer drones inzamelt die geschonken worden en ze doorgeeft aan het Oekraïense leger. Onze collega Tom van de Wegen ging kijken in het magazijn van de organisatie en kreeg er uitleg. Це фіксується штурм російськими військами наших позицій. От російські солдати починають тікати, вони ховаються в будинку, і ми просто-напросто їх знищуємо в цьому будинку. Потім це все знімається з дрону. Андрей, zelf oorlogsveteraan, toont me op een geheime locatie de enorme voorraad aan drones en ander high-tech materiaal waarmee hij het Oekraïense leger probeert te helpen. Vertaald heet zijn stichting Kom Levend Terug. Основне наше завдання – це, по-перше, змінити хід бойових дій. Друге – це врятувати як можна більшу кількість життів військових. Тому що той самий тепловізор, він рятує життя, коптер рятує життя. Чудово розуміємо і чудово усвідомлюємо, що це є розхідний матеріал, але він насправді приносить досить багато результатів. Het zijn vrijwilligers die geld inzamelen om de drones te kopen. Geld dat ook via de website binnenstroomt van ver buiten Oekraïne. Donaten, вони йдуть з усього світу. Donated business. Бізнес маленький, бізнес великий. Донейтить навіть в нас ще в старому офісі, в маленькому, приходила бабця, яка кожен місяць приносила 100 гривень. І вона приносила їх там на протязі 5 років. Dit zijn allemaal zaken die Oekraïense soldaten van het front terugsturen naar hier als bedanking. Overblijfselen van Russische technologie vernietigd dankzij de hulp van deze vrijwilligers. Trofeeën, als het ware. Eenvoudige drones zoals die van André registreerden al gruwelijke zaken in deze oorlog. Zoals hoe deze ongewapende burger door een Russische soldaat wordt neergeschoten, handen in de lucht. Belangrijk bewijsmateriaal in een eventueel later proces over oorlogsmisdaden die begaan zijn door het Poetin-regime. André wil nu ook meer professionele drones kopen van Europese landen, maar stuit voorlopig op een jet. Вже самих французів можна купити досить непогані безпілотні апарати, які би нам дуже сильно допомогли. Або дрони камікадзе, яких нам дуже зараз сильно не вистачає. Але чомусь французи не хочуть нам їх продавати. Вони бояться Росії, тому що Росія їх там звинуватить в чомусь. Це на питання політичної позиції чи людського життя. In de Verenigde Staten heeft de politiechef van Santa Fe opmerkelijke beelden vrijgegeven. Het gaat om bodycam-video's van de politiemensen die ter plaatse kwamen net na het dramatische schietincident op de filmset van de western Rust. Corporal, I need you to know who's in charge. Everybody stops what they're doing right now. This is a crime scene. Yes. In oktober vorig jaar schoot steracteur Alec Baldwin een 42-jarige cameravrouw dood tijdens een repetitie. Hij moest schieten in de bewuste scène, maar dat gebeurt normaal nooit met een echt geladen wapen. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dit wel kon gebeuren, hoe het wapen op de set terecht kwam. Volgens de sheriff van Santa Fe is het nog wachten op het ballistische onderzoek en de analyse van vingerafdrukken. Het sociale netwerkbedrijf Twitter komt volledig in handen van Elon Musk, de man van Tesla en SpaceX. Musk betaalt 44 miljard dollar voor Twitter. Het bedrijf wordt ook van de beurs gehaald. Musk deed enkele weken geleden al eens een overnamebod, maar dat werd toen geweigerd. Nu hebben de bestuurders van Twitter het bod dan toch aanvaard. Musk koopt Twitter niet zomaar, hij heeft er plannen mee. En om dat wat toe te lichten, hebben Bram van de Putten hier. Eerst, Bram, als je maar genoeg geld op tafel legt, dan krijg je wat je wil. Is dat zo wat het verhaal hier voor Musk? Ja, daar lijkt het inderdaad een beetje op. Annelies, twee weken geleden was er bij Twitter absoluut geen animo om dat bod van Elon Musk te aanvaarden. Ze hadden eigenlijk gehoopt dat er nog een
alternatief zou zijn, een andere kandidaat die Twitter voor een gelijkaardig bedrag of misschien zelfs meer zou willen overnemen. Dat is niet gelukt. En uiteindelijk hebben ze toch dat bod moeten aanvaarden. En als je weet dat het 44 miljard dollar is, dat is een bedrag waar de bestuurders van Twitter ook niet ongevoelig aan geweest zullen zijn. Nee. Wat is Musk van plan met Twitter? Gaat er wat veranderen voor de gebruikers? Ja, zijn belangrijkste speerpunt is eigenlijk die vrijheid van meningsuiting. En daar heeft hij gisteren eigenlijk al een voorsmaakje van laten weten. Uiteraard op Twitter. Net voor de deal rond was, stuurde hij een tweet de wereld in, waarin hij eigenlijk een beetje in zijn kaart liet kijken. Hij zei, ik hoop dat zelfs mijn grootste critici op Twitter blijven, want dat is wat vrijheid van meningsuiting betekent. En dat is eigenlijk een beetje het idee. Elon Musk wil dat Twitter een plaats wordt waar iedereen alles kan zeggen, ook als dat beledigend is voor andere mensen. En ook als dat fake news is dan? Dat zou in principe zo zijn als je die lijn doortrekt. Ja. Maar er bestaat natuurlijk ook zoiets als nationale wetgeving. En zeker in Europa is die recent een pak strenger geworden. En een bedrijf als Twitter moet die ook naleven. En Elon Musk heeft al laten weten dat hij ook die nationale wetten wel wil volgen. Dus het zal misschien toch niet zo'n vaart lopen. Ja, ja. Hij wil er ook een verdienmodel van maken. Betekent dat dat gebruikers dat wij gaan moeten betalen om op Twitter te zitten? Wel, hij heeft in elk geval gezegd dat Twitter op dit moment te afhankelijk is van die advertentieinkomsten. Iedereen die Twitter gratis gebruikt, krijgt advertenties te zien. Hij wil dat wat gaan veranderen, bijvoorbeeld door een optie in te voeren, een betalende Twitter-dienst. Dat zou dan kunnen zijn dat je geen advertenties meer te zien krijgt, bepaalde extra's krijgt, om op die manier meer inkomsten te verzamelen. Ja, dus het zal toch een abonnementsformule worden, wie weet. Tot slot, Bram, ja, het is de rijkste man ter wereld, Elon Musk. Hij heeft Tesla, hij heeft SpaceX, hij stuurt raketten naar de ruimte. Waarom wil hij ook dit? Ja, dat is de grote vraag. Een man die raketten de ruimte instuurt, waarom zou hij in godsnaam Twitter willen kopen? Nu, je moet weten, Twitter is nog altijd een heel belangrijk sociaal medium. Elon Musk gebruikt het zelf heel graag, heeft 80 miljoen volgers. En het is een plaats waar politici, journalisten, opiniemakers, bedrijfsleiders samen met elkaar in gesprek gaan en waar heel vaak nieuws gemaakt wordt. En als je dat bedrijf in handen kan nemen, ja, dan speel je echt mee met die grote jongens. Dus het zal toch ook wel een prestigeproject zijn. Ja, dat hij daar toch wat greep op wil krijgen ook. Dank je wel, Bram van de Putten. U zag een fragment uit een nieuwe campagne tegen zelfdoding. Een campagne die zich specifiek richt op mannen. 3 op de 4 mensen die in ons land een einde maken aan hun leven zijn mannen. Zij lopen duidelijk meer risico en dat heeft verschillende oorzaken. Er is bij mannen toch wel die druk als man van je moet sterk zijn, je moet vooral zelfstandig, onafhankelijk zijn. Wat ook vaak als resultaat heeft dat ze hun gevoelens voor zich houden en vooral ook dat ze minder zelf die stap naar hulp zetten. Maar bijkomend zien we dat ook omgeving, familie, vrienden minder snel naar een man toe zal stappen en sneller naar een vrouw hulp zal bieden. Er is een dubbel effect waardoor mannen sneller emotioneel en sociaal geïsoleerd geraken als ze het moeilijk hebben. Wij zijn Patrick gaan opzoeken. Iemand die als jonge man jarenlang kampte met een zware depressie. En hij verloor op een bepaald moment ook zijn zin in het leven. Maar hij zocht hulp, kon erover praten en slaagde erin komaf te maken met zijn donkerste gedachten. Hij vertelt ons zijn verhaal tijdens het golfen, een sport die hem tot rust brengt. In 1993 was ik een jonge dertiger en hebben zich een aantal levensincidenten gedaan die mij in een zware burn-out en een depressie gebracht. Dat waren een scheiding, het overlijden van mijn vader, een verhuis van Nederland naar België, een nieuwe jobomgeving en ook nog een nieuwe relatie. En als je al die factoren op 1 jaar meemaakt, dan ga je eronder door. Je voelt je down en je stelt jezelf de zin van het leven in vraag. De omgeving was wel attent op mijn niet goed functioneren. Maar ze staan dan een beetje machteloos, juist omdat je afstand houdt en dat je er niet over wil praten. Er is een beetje taboe, taboe naar anderen toe, taboe voor jezelf. Er is schaamte, je denkt mensen gaan mij als zwak ervaren, terwijl je dan eigenlijk meer ziek bent. De echte hulp die is er pas gekomen toen ik door familie ben doorverwezen naar huisarts en naar psychiater. Een psychiater die kan je naar je luisteren, die kan je behandelen, begeleiden in je herstel. Die kan medicatie voorschrijven, wat voor mij ook nodig was.
Mijn kinderen hebben mijn ziekte, mijn depressie ervaren als iets wat bij papa hoorde. Ze hebben mij daar niet voor anders bekeken. Ze hebben mij nog altijd liefdevol bejegend en zij zeggen dat ik nog altijd de beste papa ben die ze kunnen hebben. En dat is ook een hele belangrijke ervaring. Hey mannen, het goed, hè? Amuseert u, hè? Ja, het beste, hè? Als ik een boodschap zou moeten geven aan mensen die donkere gedachten hebben, is het aanvaard voor jezelf dat je niet oké bent en dat op zich eigenlijk wel oké is. En als je dat weet, dan sta je open voor hulp. Je zal er alleen moeten uitkomen, maar het kan alleen maar met steun van anderen. En wie hulp zoekt bij de zelfmoordlijn, staat altijd iemand klaar om te luisteren, dag en nacht. En dat is op het telefoonnummer 1813. Chatten met een medewerker kan ook, dat kan elke avond. De kringloopwinkels krijgen al enkele weken te weinig goederen binnen om aan de vraag te voldoen. Dat komt omdat de gemeentebesturen de laatste weken massaal meubels en huisraad komen halen uit de kringwinkels om noodwoningen in te richten voor Oekraïnse vluchtelingen. Vooral in Zuidwest-Vlaanderen en in Vlaams-Brabant is er te weinig voorraad. In het atelier van de kringwinkel in Vilvoorde worden wasmachines klaargezet. Die worden vandaag later opgehaald. De gemeente schakelen de kringwinkels volop in om tijdelijke woningen in te richten. Dit is de bestelling voor Lübeck. Voor Lübeck worden Oekraïense immigranten. We hebben ontzettend veel aanvragen gehad. Er is een verschil geweest in de beginperiode. Dan bestelde men gewoon alles in massa's. En nu is het meer een gerichte aanvraag. Dan spreken we over het grootwit, de vaatwassers, de wasmachines, de droogkassen, de frigo's. Maar ook over het kleine materiaal, zoals een strijkijzer. Die dingen worden nu vooral gevraagd. Er is een probleem met de AIC. Ja, en ja. Hebben die nog in voorraad? Ja. Alle bruikbare spullen zijn welkom, ook kapotte wasmachines, voor de onderdelen of om te herstellen. Alles mag hier binnenkomen en we doen dan een eerste selectie. Als die binnenkomen en dan zeggen, dit machine is onmogelijk en die drie machines, daar kunnen we terug een betere van maken. Hij poetst alles mooi op en gaat klaargezet worden voor de klant. Wij hangen af van hetgeen de mensen ons geven en als de mensen niet voldoende geven, dan hebben we niet voldoende. En hetgeen wat buiten gaat op dit ogenblik, is meer dan op een normaal moment. Ik zal er ook een beetje op kleur op de deur zetten, dan is dat wel een beetje mooier. In de kringwinkel werken ook vluchtelingen. Ze hopen zo snel mogelijk ook Oekraïners in te zetten, als ze genoeg tolken vinden. De bedoeling zou zijn dat die mensen hier het opstapje kunnen vinden naar de reguliere arbeidsmarkt. Dus hier zou het een tijdelijke tewerkstelling zijn, tot ze de taal machtig zijn, tot ze met de cultuur vertrouwd zijn, om dan naar de reguliere arbeidsmarkt te kunnen overstappen. Straks hebben we het nog over een nieuwe tv-reeks over een gevallen Amerikaanse onderneemster. Met valse informatie kreeg ze grote investeerders achter zich, maar ze viel uiteindelijk door de mand. Katrien, goedemiddag. Jij begint met Champions League voetbal, want dat staat er vanavond op het programma. Ja, de halve finales beginnen met een heel mooie affiche. De leider in de Premier League voetbalt tegen de leider in La Liga. Manchester City speelt tegen Real Madrid. City won nog nooit de Champions League. Real is de recordkampioen. Maar geschiedenis is straks van geen tel in de strijd om de finale van 28 mei. De heenmatch heeft plaats in Manchester. Daar staan dan ook twee van onze beste rode duivels tegenover elkaar. Twee ex-ploegmaats van bij Racing Genk, Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois. Thibaut Courtois oogt ontspannen tijdens de laatste training van Real Madrid in het stadion van Manchester City. Real schakelde op weg naar de halve finales grote favoriet Paris Saint-Germain en titelverdediger Chelsea uit. Volgens Real-coach Ancelotti had niemand Real hier verwacht. Hay dos equipos en la semifinal que nadie pensaba que podían llegar. Uno es el Real Madrid, el otro es el Villarreal. Los dos favoritos con el Paris Saint-Germain, con el Liverpool, el Chelsea, el Manchester City. Nada, estamos aquí, muy contento de estar aquí y de competir. Kevin De Bruyne zal voorbij Thibaut Courtois moeten geraken als hij voor het tweede jaar op een rij de finale wil spelen van de Champions League. Vorig jaar verloren de mannen van Pep Guardiola die tegen Chelsea. City jaagt nog altijd op zijn eerste beker met de grote oren. Real Madrid won de Champions League al 13 keer. We have to compete with the history. We don't have any chance. They are better. So history speaks for itself.
So, but we have the, you know, the desire to compete against them. For us, playing against Real Madrid is an incredible test and proof, and we wanna try it. Bij Real nog geen Eden Hazard. Hij is nog niet fit na zijn enkele operatie. Wel in topvorm deze Karim Benzema. De Fransman scoorde al 12 keer in de Champions League dit seizoen. Real heeft het voordeel dat hij de belangrijke terugmatch volgende week thuis mag spelen. La victoria no la vamos a sentenciar mañana. La victoria se va. Se va. Creo que se va a acabar el partido de vuelta en el Bernabéu. It's an honor to be here. Try to do a good two games. Tomorrow the first and we'll see next week. Morgen staan Liverpool en Villarreal tegenover elkaar. Dat is nog een Engels-Spaans duel. In het wielrennen zit het klassieke voorjaar erop. Dat is een moment om een balans op te maken. En voor de Belgische ploeg Lotto Soudal is die weinig positief. Het team dreigt zijn licentie voor de World Tour te verliezen. Lotto won 12 keer, vooral met Caleb Ewan, met toptalent Arnaud Delis en Tim Welles. Maar een grote zege was daar niet bij. Wij gingen praten met de manager, John Lelange. Teambaas John Lelange en Victor Kampenaerts op het hoofdkwartier van de ploeg in Herentals. Dag, zegt u nog vandaag? Morgen. Morgen. Ze bespreken de stage in Andorra om het volgende deel van het seizoen voor te bereiden met voor het team hopelijk betere resultaten. Ik wil geen excuses zoeken, maar vooral over pech, over ziekte. Het is niet alleen maar bij Lotto Soudal, het is ook bij andere ploegen. Maar het is waar dat ja, we beginnen de voorjaar heel goed. We hebben 12 overwinningen. Dat plaatst ons, denk ik, de vierde ploeg in de rangschikking in aantal van overwinningen. Dus we kunnen niet klagen. Maar het is wel in al die kleinere koersen en niet in de weken grote klassieken. De sfeer is goed, de druk is niet groter dan anders, zegt Lelange. Ook al dreigt de ploeg weg te zakken uit de World Tour met de 18 best geclasseerde ploegen erin. Het team heeft dringend punten nodig en die zijn het snelst te verdienen in de klassementen, minder met ritzeges. U bent nog niet in paniek op dat vlak? Nee, want ik denk dat koers is daar om te winnen. De klassement, oké, het heeft een grote impact en we kijken daarover. En ik wil die ploeg terug in de World Tour, dat is zeker. En ik wil al die grote koersen meedoen, de drie grote ronden, de klassieken. Lelange blijft naar eigen zeggen kalm. Het seizoen is nog lang. Veel kan veranderen tot einde oktober. Heel veel. En er zijn nog zoveel punten te nemen, niet alleen maar in de drie grote ronden, maar ook in veel van die eendagskoersen en rittenwedstrijden waar we weten dat we scoren. Met Arnaud Delis bijvoorbeeld, een toptalent dat al aan 3 overwinningen zit. Die zegens zorgen voorlopig voor rust, zo lijkt het. En uw sponsors die blijven ook rustig? Bah, ze weten wat is onze filosofie en ik denk dat we hebben regelmatig ook die bespreking om het te zeggen. En de sport. In sport is pek, gezondheid ook 2 factoren, maar dat zijn geen excuses. Het zal in het tweede deel van het seizoen moeten gebeuren. De grote rondes komen eraan. Zo is dat. Dankjewel, Katrien. Een revolutionair medisch apparaat waarbij 1 druppel bloed volstaat om ziektes als diabetes of kanker op te sporen. Het was een idee van de piepjonge onderneemster Elizabeth Holmes. Ze haalde honderden miljoenen dollars op bij investeerders, maar het apparaat kwam er nooit. Holmes viel van haar voetstuk en werd veroordeeld voor fraude. Over haar leven is nu een tv-reeks gemaakt met Amanda Seyfried in de hoofdrol. For cancer patients who go through hell with all the blood that they have to get drawn. Dit is de echte Elizabeth Holmes, zoals altijd in zwarte rolkraag en met zware stem. Volgens Seyfried een onderdeel van haar strategie. She needed to be taken seriously and I think she felt the only way she could survive in that world with all these older men was to find as many commanding characteristics as possible, like a toolbox. And I think deepening your voice and being louder is actually the way you're going to get people to listen to you. What if you could test your blood in your own home? And what if it wasn't a whole vial, but just a drop? I'm going to drop out of Stanford. This machine is going to change the world.
successful leaders around the world, if you're confident and you believe, then other people will believe. I can't give them one reason to doubt me. It's not even close to working yet. What are we going to show at the demo? We're going to tell them that we don't have a working prototype. Right? Holmes' bedrijf knoeide met testresultaten om investeerders te lokken en toch gelooft Seifert dat ze het goed bedoelde. I absolutely think she went in with good intentions. I absolutely believed that she believed in her idea. And you know what? I believe in her idea still. It's a great idea. She just didn't get there. In september kent de echte Elizabeth Holmes haar straf. De tv-reeks loopt vanaf nu op Disney+. We begonnen dit journaal met de alweer gestegen energiefactuur. De btw-verlaging die de federale regering heeft ingevoerd op gas en elektriciteit voelen we niet, omdat de prijzen zo hard zijn blijven doorstijgen. Bedankt voor het kijken en heel graag tot vanavond. Dus wat je eigenlijk betaalt voor de elektriciteit en aardgas zelf, dat is sterk gestegen ten opzichte van maart. En dat doet eigenlijk die btw-verlaging, dat effect daarvan, op dit moment niet. Wanneer de prijzen in de zomer terug wat omlaag gaan, gaat de overheid toch die prijs niet terug omhoog doen. Dus dan gaan de mensen dat terugvoelen. Twee, die indexering. De vorige regering heeft de indexering overgeslagen. Deze regering past die indexering toe. En drie, dat sociaal tarief, ja, dat zullen we ook moeten verlengen.